fractieleider Rabin Permisser vindt dat het volk radeloos, het land reddeloos en de regering redeloos is. Hij zei dit tijdens de algemene politieke beschouwingen in DNA. Er is volgens hem sprake van enorme verarming van het volk door 3 devaluaties kort na elkaar. Ook door de niet adequate aanpak van de COVID-situatie nemen de infecties volgens hem toe. Hij gaf verder aan dat de enorme wateroverlast ook voor heel wat nadelige gevolgen heeft gezorgd. Voorzitter, dit is de eerste APB algemene politieke beschouwing na de verkiezingen van 25 mei 2020. De verleiding is groot om in te gaan op de vorige vergadering van de COVID, over de COVID-kort, waar we abrupt geëindigd zijn. En helaas zijn er zoveel zaken blijven liggen. We kijken uit naar een spoedige, uitgebreide vergadering erover. We houden deze APB in een situatie waarbij er sprake is van onder meer enorme verarming van de bevolking door de beleidskeuzes. 3 devaluaties kort na elkaar, vele verzwarende maatregelen in korte tijd getroffen door de regering, denk je aan brandstof, inkrimping van subsidies, solidariteitsheffing, ach, en het lange rijtje kent u. De heersende COVID-19-pandemie, die door een niet-adequate aanpak steeds ergere vormen aanneemt en voor de totale samenleving desastreuze gevolgen heeft. De enorme wateroverlast van de afgelopen weken met grote nadelige gevolgen. In zo'n situatie, kort samengevat, houden we onze APB, voorzitter. Er staat op een kruispunt om de periode van de verkiezingscampagne tot en met 25 mei 2020, alsmede de afgelopen 10 maanden vanaf 16 juli, het optreden van de nieuw aangetreden regering Santokki-Brunswijk slechts aan een objectief kritische beschouwing te onderwerpen of om met elkaar als samenleving na te gaan hoe wij samen een weg kunnen banen die ons voldoende perspectieven kan bieden om uit de huidige, uitdagende, moeilijke tijden te geraken, voorzitter. Op de oude manier doorgaan zal ons verder van huis brengen. Wat aan de orde is, is paradigmaverschuiving. Dat wil zeggen een nieuwe aanpak, een nieuwe benadering met nieuwe recepten en werkmethoden. Kortom, het inslaan van een nieuwe weg. Ik kies ervoor, voorzitter, om deze weg op te gaan, maar niet voor ik kort enkele punten aanhaal die mijn aandacht trokken. En die zijn er aantal. We hebben te maken met de was-sitting-belofte. Was-sitting. Tijdens de verkiezingscampagne is door de huidige president beloofd dat alles beter zal gaan. De deuren van de wereld zouden opengaan voor ons. Diaspora, Nederland stonden met miljarden te springen om ons te steunen. Good governance, transparantie, eenheid. De koers zou lager zijn dan 7,52 voor de dollar. Dat zou dat gebracht worden. Ach, de beloften zijn erg veel geweest. We hebben al die clips nog. Ik neem aan dat u ze zich allemaal kan heugen. Het volk heeft dat geloofd en heeft de VHP een gouden kans gegeven die zich nog nooit in het verleden heeft gekend, 20 zetels. Echter is de was-sitting slogan een fata morgana gebleven. Vandaar dat gauw de strategie werd gevoerd om alles in de schoenen van de vorige regering te schuiven. De grote uitdagingen waarmee de vorige regering vanaf 2016 worstelde vanwege de grondstoffencrisis zijn steeds ontkend en door de huidige regering werden gebagatelliseerd. Sterker nog, u heeft toen u in de oppositie zat geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan om aan een verbetering van die situatie. Hebt u niet mee willen meewerken, u hebt het zelfs helpen dwarsbomen. Zelfs internationaal bent u super actief geweest. De vorige regering mocht niet in zee gaan met IMF. U had andere manieren om aan kapitaal te komen en u heeft de gang naar het IMF zwaar veroordeeld. U heeft alles meegeholpen
om te protesteren tegen de stapsgewijze terugdringing van subsidies. Vandaag de dag brengt u zelf het land naar IMF en zegt u dat er een spookbeeld wordt gecreëerd van het IMF. De feiten liggen er niet om. Voorzitter, het is zo doorzichtig dat men door het bekladden van de vorige regering de aandacht probeert af te leiden van het eigen falend beleid en de vele lastenverzwarende maatregelen voor de burgers en met name de burgers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Daarop wentelt men af. Ik noem u enkele missers van het falend beleid, voorzitter. Gelegenheidswetgeving. Een negeren van bestaande corporate governance code in onder meer de kies van staatsolie. Rolconflicten worden genegeerd. Dezelfde personen bij diverse bedrijven in een controlerende functie en dat in een sfeer van belangenverstrengeling. Hoe kan je en bij staatsolie en bij EBS in functie zijn, in soortgelijke functies? Dat bijt. Dat bijt. Dan heb ik het nog niet genoemd, voorzitter, de sfeer van nepotisme en frietjespolitiek die deze regering met zich meebrengt. Statuten worden zelfs gewijzigd om friends en family te accommoderen. Helemaal statuten, gelegenheidswetgeving. Zijn we dat allemaal vergeten en doen we dat zo makkelijk erover? Helemaal te gek voor woorden is het feit dat ook sponsoren van politieke partijen thans openlijk geaccommodeerd worden. De beelden liggen er niet om. Zelfs in zeer conflicterende rollen waar normen en waarden voor aanstelling overboord worden gegooid. Een standhouder van luchthaven zit in de RVC van luchthaven. Laat iemand met gezond verstand mij uitleggen of dat niet conflicterend is. De president geeft aan de rente op de schulden van Oppenheimer niet af te lossen en daardoor houdt hij geld over. U geeft aan dat maandelijks mede hierdoor een positief saldo is. Welk signaal hebt u hiermee internationaal afgegeven? Uit de presentatie van Minfin eerder hadden we gezien dat er geld is geleend. Waarom publiceert Bureau Staatsschuld niets meer conform de wet op staatsschuld? Niet conform de wet, zeg ik. Voorzitter, dit is maar een kleine greep uit de vele issues om aan te tonen dat de regering niet moet blijven klagen en beloven, maar daadkracht moet tonen. Business as usual gaat niet meer kop op. En dat heeft gemaakt, samenvattend dit deel, zeg ik, het volk is nu radeloos, het land is reddeloos en de regering is wat dit betreft redeloos.